Lady heeft de bal gevonden. Kijk, ik vind dit zo mooi. Heel gaaf gedaan. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stammel van de Werf. Mijn man daar, die heet Roderick Stammel van de Werf. Het is vandaag alweer maandag 7 september 2020. Het is 2:10 geweest. Ja, en we hebben boodschapjes gedaan bij de lokale supers hier. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, en we zijn thuis en ik ben gelijk nu ook live op Bigolof. Ja. En we hebben dus boodschapjes gedaan en ook voor de hondjes. Deze heb ik gehaald. Hé, waar is deze voor? Daar kan ik wat lekkers in doen. Voor de hondjes. En hier gaat dan snoepjes in en daar komt het eruit. Ja. Ik ken het, ik heb zelf een mond gehad. Dus die ga ik even nu proberen, want ik heb ook gelijk bij de Action heel veel potten van deze gehaald. 10 stuks. Moet je juist een grotere erin doen, dan krijg je ze wat moeilijker uit. Maar deze ook. Hoop ik. Nee hoor, een hond heeft zo voor elkaar, die is zo los hoor. Oh. Is dat zo? Nee. Ja, je gaat wel eens even kijken, je hebt best wel grote honden, die hebben het ook zo los van elkaar hoor. Ja, ik ga het merken. Ik heb benieuwd welke die bij jou komt uit afnemen. Hè? Huh? Ik hoop Karin. Ik hoop, Karin die je helpt. Karin? Ja, er zijn zoveel mensen. Je kan zo gelijk zien eigenlijk wie het ziet. En heeft een, als hij iets zegt, dan heeft hij een geel dingetje bij zijn hand. Oké, een geel dingetje. Het is wel oké. Ja, maar hij is nog niet binnen. We zijn pas kwart over twee. En ik ga even dus gelijk snoepjes erin doen. Oké. Ook leuk. Stinkt. Neem ook een gezellig koekje. Serieus, Kenny? Moet ik nou echt serieus een koekje nemen? Bah. Oh, sommige koekjes zijn wel lekker, hoor. Van de honden. Je meent dit. Gadverdamme, Kenny. Ik zie We gaan een smaaktest doen. Smaaktest. Welke hondenkoekjes zijn het minst meer? Die meegegeven zijn wel lekker, hoor. Dat wil ik wel eens een keertje doen, ja. En voor de vlog. Welke hondenkoekjes zijn het minst meer om te eten voor de mens? Hè? En ik zie wat. Ik moet sowieso een andere. Hier, deze kan dus weg. Yes. Nee. Dan moeten we dus nieuwe broeken halen en bij de kring. Ook handig. Kruisslag. Hoeveel kennen erin dan? Een heleboel. Maar ze belden me gelijk. Ik ga hem even ondersteunen. Ik heb daar nog een zwarte broek, dus die moet dan zo nog even aan. Dan voor je pak. Top. Een heleboel zeg je kan erin. Ja, je moet zoveel doen, jongen. Dat is juist leuk. Heel veel doen. Maar dan even alle koekjes gelijk. Nee, wel nee, man. Ik heb van deze bak, heb ik, 10 stuks van. Oh. 1,80 nee, per en per zo'n ding. Ik vind het prima. En voor mijn dieren heb ik heel veel over. Nee, ik zal zelf bezig vragen als ik een sigaretje mag roken. Doe je goed. Nee, lok. In de lok. Voor een lok. Huawei P30. Is dat een fijne telefoon? Volgens mij niet. En geef mij maar lekker een Samsung. Hij kan je niet verstaan, ik moet voor de Arabisch afstand. Nee, ik snap er ook niks van. Ik heb gewoon een iPhone 11. Een iPhone 11? Nou, dan heb je vrienden met mijn man hoor. iPhone. Ja, iPhone zijn de beste toestellen. Ik heb ook een iPhone. Echt niet. Welke iPhone heb je? iPhone? welk iPhone heb je, vraagt hij. Ik heb een 4S. 4S, nee. Nee. De 11 Pro en een normale 11 van mijn werk. En je hebt gewoon een iPhone 6, volgens mij. Nee. Niet? Ik heb een 4S en ik heb een 8. Ja, dit is en dit is de 8 zeker. 4S kun je bijna niet meer op de app of wel? Of nog wel? Hè?
Via de F4S kun je toch niet meer op de WhatsApp mee, of wel nog... Roderick. Ja, dat kan. Maar dat toch wel wat ik denk, dat de update, dat het allemaal moeilijker gaat worden wat ik heb gegeven toen. Dat klopt, ja, dat klopt. Nee, ik heb altijd iPhone gehad, ik heb zelfs Apple TV, alles. Oké. Alleen maar televisies van Samsung. Als ze televisie van Apple ooit maken, dan koop ik een televisie. Zo, ik heb zometeen een auditie. Succes, dank je. Green Eyes, wie is Green Eyes? Groene ogen. Ja, maar dat is deze niet. Dus die ga ik ook niet doen. Hi beauty, thank you. I am so auditie. Audition, dan weet ik veel. Audition. Dat lukt? Deze krijg ik er niet in, nee. Ja, te dik. Bonding. Nee, ik heb dus zometeen lekker een auditie en ik laat jullie gewoon lekker zometeen lekker meekijken. Waarom ook niet? Is leuk. Ja, wat? Fantastisch. Hé, hey. Hallo, kijk eens. 1, 2, vangen. Tuurlijk, jij wel. Kijk eens hier. Ik ben op de grond, dat hoor je niet meer. Nee, hey, kijk eens, koek hier. Koekie, pak dan. Dom ding. Kom je er ook bij, lieve schat? Ja, hij kan echt vol, maar dat is ook mijn bedoeling. Uh-huh. Dat hij goed vol gaat. Ja. Want hij komt hier dus namelijk helemaal in vrij. Oh, oké. Okay. Gaat erin dan, een halve kilo? Volgens mij een heel potje, denk ik, ja. Oké. Okay. Dat denk ik wel. Behalve die grote dikke, die past er niet in. Nee. Ja, en dat is even schudden, want ik wil hem helemaal lekker vol hebben voor de hondjes. Zo vol dat hij niet meer leeg komt. Oh jawel, hij komt wel leeg hoor. Dankjewel Kenny, je bent een schat, maar dat wist je al, speelt weer. Want hij komt hier helemaal vol. Oh, oké. Okay. Spannend. Dat is heel spannend. Die grote dikke wat kun je eruit halen? Nee, dat hoeft niet. Dat heb ik nooit gehad. Want ik wil hem gewoon helemaal lekker vol hebben. Dit is leuk. Nou, kijk, hij is bijna zo wat leeg. Bijna, nog niet helemaal. Maar gaat wel lekker zo. Ja, daar is ik al. Ik wil hem echt gewoon vol hebben. Gewoon vol. Over. Ik wel. En ik moet ook opletten daar, dus. Mm-hmm. Oh, wel letten. Ja. Dus ik film alles qua wat ik daar zometeen moet gaan zeggen. Maar ik weet niet of ik het helemaal laat uitzenden via YouTube naar jullie. Ja. Maar zijn jullie benieuwd en willen jullie mij volgen op BigoLove? Dan kan het altijd. Ik zal binnenkort eens even de link erbij doorzetten. Altijd handig. Zo, kijk. Hij is aardig vol zo, bijna. Boren. Maar hier kunnen ze ook wat grotere koekjes in, dus dat is wel lekker. Dat gaat helemaal. Dan ga ik soms eerst eventjes een andere broek aandoen. Ja, Kenny. Hij is bijna vol. En dan laat ik hem ook zo. Die alles erin of zit daar niet alles erin? Nou, er zit nog niet alles erin, maar ik vind het best zo. Ik vind het helemaal goed. Maar... Dus hij is nog niet helemaal leeg. Nee. Maar ik ga even de camera draaien, want dan kunnen jullie dit zien. Hey. Komt hier zo'n snoepjes uit. Spannend. Oké, ladies, dames, ik heb wat voor jullie. Ja, ik heb wat voor jullie. En dat is dus BigoLove. We gaan geen ruzie maken, want dan pak ik hem af. Daar ben ik heel streng in. Je moet je haar zien kijken, gelijk smikkel de smikkel. Jij ook smikkel de smikkel? Ja, dat dacht ik al. Koekjes uit. Ja, en er komen koekjes uit, ja. Dat is leuk, er komen koekjes uit. Hé, hey, dat is grappig. Mm-hmm. Ja, koekjes, ding.
koekjesding. Koekjesding. Ja, koekjes pakken. Oh, zo, mag ik erbij? Hallo, hè? Kijk, dat is dus mijn Bigolof. Kijk, dat is handig. Hallo. Dat is grappig. Jezelf te vloggen. Leuk, een hele goede middag. En met mij gaat alles goed. Helemaal perfect trouwens. Mag ik erbij, meisje? Kan ik even wat meer ruimte hier? Heel te, ja. Dus ik zou zeggen, je mag mij vragen gaan stellen. Ik vind het alleen maar leuk. Alleen mijn man die hoort er eigenlijk niet bij, maar hij mag er wel gewoon bij zitten. Dat maakt niet uit, maar... Heel te, ja. Dus ik zal alles alleen beantwoorden en dan blijft mijn man lekker stil. Kan niet meekijken. Ja hoor, en dan kan hij gewoon daar zitten. Ja hoor, dus jij moet eventjes uit beeld gaan. Moet jij even helemaal uit beeld? Yes, tuurlijk, geen probleem. Bij Kawaii. Ja, tuurlijk wil ik me helemaal voorstellen. Mijn naam is Karen Stammel van de Werf. Ik ben 33 jaar. En ik vlog en dat is ook mijn passie eigenlijk heel veel. En ik zing ook af en toe, dus dat is leuk. Ja, nou, dat was even snel met mijn auditie. Ik dacht, nou, dat duurt heel lang, maar nee. Maar ik ga even lekker even dus jullie laten zien wat ik heb gehaald. Nou, zoals jullie weten heb ik hier dus 10 van gehaald. Deze is bijna leeg. Dus dat gaat allemaal zo meteen de kast in. En heb ik bij de Acetion lactacid gehaald. Ja, lactacid. Altijd handig. Heerlijk. 3 flesjes van. En heb ik nog wat meer voor de hondjes gekocht ook. En ik heb nog wat meer gekocht. Ja, lief. Dat snap ik. Dat jij gaat ruiken. Dat snap ik heel goed. En ik heb even deze gehaald. Want ik heb een beetje een irritatie in mijn keel. Maar dat heb ik in principe elk jaar gelijk in september. Dus dat is niet handig, niet. Nee. En ik heb nog wat meer voor jullie gehaald. Ja. Nog veel meer voor jullie gehaald, Olivie. Ja. Maar deze mag zo meteen allemaal lekker de kast in. .nl. Ja. Heb je ook. Dus. Heb ik nog even wat andere dingetjes voor mijn keel gehaald. Ook even lekker. Lekker suikervrij. Spoor niet echt, maar. En deze. Sinaasappel en vitamine C. En deze antiflu, lekker. En deze grote jongen, jee. Moet ik even een schaartje hebben? Ja, even schat. Zo. Zo. Ga je deze hebben dan? Ga je deze hebben dan? Nou, kom dan. Kom eens hier, kom. Hou. Ja, nee, kom hier. Kom hier, kom. Pak het dan, kom hier. Dat is mooi. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Pak dan. Pak dan. Pak dan. Hier, pakken. Ik heb er 3, hè? 3 honden. En pak hem dan. Lof, pak. Kijk, Loffie gaat er gelijk mee vandoor. Die gaat lekker in het huisje liggen. Hé, hey, Beauty. Kom hier. Hoog, kom eens hier. Beauty, kom eens hier. Hoog. Kom. Hier. Hoog. Kom. Ja, 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 ja. Aandacht. En nou, kom. Kom eens hier. Draai, draai, draai. Kom hier. 1, 2. 1, 2. Ja. Aandacht. Oeh. Lady knuffel of niet? Oh, Lady heeft die bal ook gevonden. Hey. Lady heeft de bal gevonden. Lady heeft de bal gevonden.
ga een andere snoepjes voor jullie halen. Vrolijk als zo. Ja, humor dit. Geweldig. Kijk dan. Ze vindt het zo. Joepie. Oh, geweldig dit. Lady wordt een beetje actief. Lady wordt actief. Word jij ook actief? Nee, zus toe, dat dacht ik al. Oh, oh, oh. Leuk, 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 leuk. Hi, Spido. En we zijn dus nu in de binnenstad. Ook handig. En ik zal mijn lens even schoonmaken. Dus even wachten. Zo. Ja. En we hebben weer beter beeld. Nee, we gaan dus nu naar een afspraak. En ik ga het gewoon zeggen. Nou, dat is seksoloog. Yep. Kun ik ook misschien weer wat bij leren. Yes. Dus even kijken en wat voor tips en tricks ze heeft. Yes. Dus, ik merk het wel. Ja. Het is wel een bij de bekende gebouw. Daar ben ik vaker geweest. Maar deze, en bij deze mevrouw dus niet. Dus dat is even afwachten. Ja. Yeah. Kijk, ik vind dit zo mooi. Heel gaaf gedaan, hè? Waar loop ik heen? Doe ik wat ik wil. Ja, ik doe altijd alles wat ik wil. Dat scheelt weer. Dat is wel heel gaaf. Ja, ik was gisteren vergeten af te sluiten. Dus dan doe ik het nu maar eventjes. Ook gezellig. Vond je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het belletje aan. Duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. Dat zou ik onwijs leuk vinden en tof vinden. En dan zien jullie mij vandaag weer bij een gloedje nieuwe vlog. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Dikke tuut op je snoet. En doei!